Staat er de komende dagen geprogrammeerd in het theater De Meerpaal in uh, Dronten. Daarvan hebben wij Frans de Kiefte bij ons in de studio. Frans, goedemorgen. Een hele goede morgen. Het is de eerste keer hè, dat je hier bent. De eerste keer hier in, uh, in de studio. En voel je je al thuis? Ik voel mij uh, als een vis in het water. Ach, gelukkig maar. <laughs> um, vanavond is de persconferentie. Spannend voor jullie ook? Of, of verandert er niet zo heel veel? Ja, het is altijd spannend natuurlijk. Ik moet zeggen dat uh, het eigenlijk nog niet helemaal 100% duidelijk is wat er gaat gebeuren. Nee. Dat uh, ja, dat is dat eigenlijk van dag tot dag natuurlijk. Dat zullen jullie ook volgen. En um, ja, wij volgen het eigenlijk net als uh, hoe de rest van, uh, van het land dat doet. Ik heb ook niet heel veel informatie meer dan... Uh, nee, hebben. Ja, nee, nee ja. Ja, precies. 75 procent geloof ik. En dan uh, en de, de controle met de... de... De corona-app, ja, daar, he? daar gaat het waarschijnlijk wel uh, naartoe, inderdaad. Ga je nou, daar op... iemand voor aanstellen of zo? Of moet iemand dat van de kassa gaan doen of zo? Nou, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat werkt. Ik heb alleen, uh, ik, ik kom recent terug van een vakantie en ik heb gezien dat dat in het buitenland super soepel gaat. Ja, dat je ja. gewoon uh, we het telefoon over, op ja. telefoon legt. Ja. Dus uh, het is geen hogere wiskunde, om het zo te zeggen. Nee, maar je nee. moet er wel iemand voor hebben staan. Want als het bij de kassa wordt gedaan, dan, dan wil het nog wel eens een keertje ophopen. Maar... Ja, en, ja. en het, weet je, het is echt uh, secondewerk. Dus, ja, uh, dus je legt het op elkaar en je loopt door en uh, ja. ja weet je dat dat is toch een, uh, een, een mooie methode dat, uh, dat we gewoon ons, uh, ons werk kunnen gaan doen en ja. dat we mooie dingen kunnen laten zien dat Precies. je open kan en dat er weer ja. voorstellingen zijn. Ja. Ik zag vanavond vanochtend zag ik de trailer al rijden met de decorstukken van uh, Dolfje Weerwolfje op weg naar jullie. Dat kan heel goed ja. ja Die eigenlijk... Heb ik zelf nog niet gezien maar zij zijn uh, de voorstelling staat zaterdag bij ons. Zaterdagmiddag hè? Zaterdagmiddag, maar zij, zij gaan monteren bij ons, dus ja. uh, de eerste voorstelling wordt gespeeld en uh, ja, deze week uh, wordt de hele voorstelling in elkaar gezet, de decors uh, opgebouwd ja. en uh, het ja, dat belooft een toffe voorstelling te worden. Het, het leuke verhaal van het jongetje dat op zijn zevende verjaardag in één keer ontdekt dat er haargroei uh, komt, maar in extreme vorm. Uh, maar in extreme wel. vorm inderdaad en het is natuurlijk uh, gebaseerd op de bekende boekenreeks van, uh, van Paul van Loon. Het ja. wordt gewoon een leuke familie musical. En, uh, het ja. leuke is ook dat hij zich altijd nog heel nauw bezighoudt met al dit soort dingen. Wat er ook van Dolphie Weerwolfje of van een van zijn boeken wordt gedaan. Ja. Hij houdt zich daar zelf heel erg nauw de, nauwlettend mee, uh, mee bezig. Ja, en, en ik denk ook dat uh, kijkende naar het resultaat straks en wat ik al van heb gezien, uh, ja, het gaat gewoon echt een goede, mooie grote productie worden, wat echt een. Uh... Oh, een aangename uh, verrassing is op de, op de zaterdagmiddag, ja. om het zo te zeggen. Leuk. Ik denk ook, die heeft het al een paar keer gedaan, al twee keer. En ja. Het is zo'n succes geweest. Dat ze hebben gedacht van we doen het gewoon nog een keer. De derde keer. Dat klopt. En dan nog iets leuker, nog iets beter. Wij gaan er uh, donderdag gaan we er ook een item uh, van uh, hebben. Wij sturen een verslag even naar jullie toe. Want Super. we willen heel graag weten hoe dat nou gaat, dat monteren bij jullie. Want jullie zijn een geliefd theater bij, uh, bij musicals en toneelgezelschappen. Er wordt, bij ons, er wordt bij ons relatief gezien veel gemonteerd, omdat het toch best een... Uh, Leg eens uit voor de mensen die niet weten wat het is, monteren. Nou ja, monteren is eigenlijk... Uh, een, een voorstelling heeft bijvoorbeeld al een tijdje getry-out... dus rondgetoerd zonder, zonder bijvoorbeeld grote decors erbij. Uh, en tijdens die montage-slash-bouwperiode... wordt eigenlijk alles op het podium gezet. Uh, wordt uh, de voorstelling doorgelopen, worden de lichtstanden uitgevoerd... Uh, uit Geprobeerd. dus eigenlijk alles wat nodig is om die voorstelling uh, in zo'n vo volledigheid alle puzzelstukjes vallen dan in elkaar. Juist, alles ja. valt in elkaar, Die worden aan, aan elkaar gemonteerd. Ja, ja precies. En, en het en zou dat heel goed kunnen doorheen. zijn dat dat soms een voorstelling echt bij ons start, zoals in het verleden ja. bij Hello Dolly gehad. Dat was echt, echt de beginperiode bij ons. Ja, dat was maar, ook nog vier uur lang. Ja, precies. Ja, ja, ja. En, en, maar het kan ook heel goed zijn dat bijvoorbeeld later in het seizoen komt Martine Sandifort ja die heeft al bijna uh, 20 voorstellingen getry-out en die gaat dan een paar dagen alles nog een keer op de rit zetten, of uh, op een rij zetten, om, uh, om het nog een keer uh, te fine-tunen om het zo ja, te zeggen. Ja precies, duidelijk. Wat uh, staat er nog meer op de planken? nou komende zondag uh, zondag 19 september om half drie in de middag staat de Dutch String Collective bij ons in de kleine zaal. Dat is uh, een, een klassiek gezelschap uit Nederland. Uh, Strijkers, een van de beste strijkersgroepen uh, uh, uit, uit Nederland, begeleid met een pianist erbij. En die brengen een voorstelling die heet Schubert. Uh, dat gaat eigenlijk over de bekende componist uh, uh, Frans Schubert, die uh, op jonge leeftijd stierf. En het gekke is eigenlijk in vergelijking met bijvoorbeeld Beethoven of uh, Mozart, uh, dat hij eigenlijk pas veel later als muzikaal genie wordt gezien. Mm -hmm. uh, waarbij Mozart vanaf jongs af aan eigenlijk al iemand was, het wonderkind, et cetera. Um, ja, werd Schubert eigenlijk pas ontdekt op het moment dat hij over, overlijden was? En volgens mij op 31 of 32-jarige leeftijd overleed hij. Nou, de voorstelling gaat daarover en, en die brengt uh, uh, Schubert helemaal in beeld van, van zijn hoogtepunten tot, uh, tot, uh, tot de problematische ziektes die hij heeft gehad. Uh, dat klinkt heel dramatisch, maar het was mm. een hele mooie voorstelling uh, met echte muziek van Schubert en het gezelschap uh, speelt de muziek. Uh, Marike, de, 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 de uh, de hoofdvialist van het gezelschap die vertelt dat op een hele mooie manier. Um, het verhaal van Schubert, zodat wanneer mensen de zaal uitgaan... dat zij echt Schubert hebben leren kennen als een vriend... die je als het ware niet zou willen missen, om het zo te zeggen. Oh. Dus een, uh, mooi klassiek stuk dus. Een, mooi klassiek stuk. Ik moet zeggen, we gaan dat komend jaar wat meer doen... op de zondag, uh, zondagen mooie klassieke voorstellingen. Een beetje het Koffingconcert gevoel. Die feeling een beetje. Ja. Hè? Normaal zetten we de, de radio's middags aan uh, om fijne klassieke muziek te luisteren. En wij hebben gedacht, uh, laten we dat gewoon naar het theater toe halen. En dat, um, daar ja, Schubert... Het Sorry? Daar is het ook voor. Daar is het ook voor. En de Dutch String <laughs> ja. Collective trapt hem af. En ik denk dat uh, komend seizoen vier of vijf keer op een zondagmiddag. Uh, mooie klassieke muziek uh, te horen is dus in een van onze zalen. Ja, ja. Zo. ja. Nou, Alle informatie is natuurlijk ook te vinden op jullie website. Bien sûr. En welk adres is dat ook weer? Dat is www.meerpaal.nl